John, het is een nare week voor jullie geweest met die nederlaag in Eindhoven. Maar het was niet alleen maar kommer en kwel. Jullie hebben wel even Sinterklaas gevierd, hè, met z'n allen. Ja, het was zeker geen leuke week. Ik heb wel eens leukere weken meegemaakt. Verliespartijen is nooit leuk. En de manier waarop is ook vervelend. Maar ja, dat is ook voetbal en we moeten door. Dus we hebben het snel afgesloten. En we zijn weer vooruit gaan kijken naar de volgende tegenstander. Want dat is het allerbelangrijkste. Maar als je dan Sinterklaas viert, ben je dan nog chagrijnig? Of kun je dan al wel snel de knop omzetten en een leuke avond hebben? Ja, nee, jawel. Dat laat je wel los uiteindelijk. Dat moet ook wel, anders heb je geen leven meer. Heb je nog wat gekregen? Ja, de roe. Ja, en een zakje zout? En een zakje zout, ja. Nou, dat was prima. Beste tegen Helmond Sport is een weerzien met een oud collega van jou, hè, Rob Alfelen. Vind je dat leuk? Ja, vind ik hartstikke leuk. Ten eerste omdat ik Robbie sowieso een aardige gozer vind. En daarnaast hebben we ook heel erg prettig samengewerkt. En ik gun hem daarin ook het allerbeste. Aan het begin van het seizoen, toen mocht jij in Voetbal International voorspelling doen. Toen zei je Helmond Sport wordt de verrassing van het seizoen. Zei je dat omdat je Rob Alfelen zo'n leuke kerel vond? Of omdat je Helmond Sport gewoon echt een goede ploeg vond? Want ze staan onderaan. Hij kende Helmond eerlijk gezegd niet zo heel goed. Maar ik dicht Robbie heel veel kwaliteiten toe als trainer. Dus dat was de reden waarom ik dat gezegd heb. Ja. Weet je waarom ze onderaan staan? Ja, ze hebben niet. Natuurlijk omdat je niet veel wedstrijden wint uiteindelijk. Maar ze hebben heel veel gelijk gespeeld ook. Dus en de verliespartijen zijn nipt. Ja, weet je. En als je eenmaal daarin zit, is het natuurlijk heel erg lastig om eruit te komen uiteindelijk. En, ja. Uiteindelijk zijn ze uit die negatieve spiraal gekomen door hun overwinning op Sparta. En dat is ook niet de minste, lijkt mij. Dus dat geeft wel aan dat de krachtsverschillen in deze competitie niet zo heel groot zijn. Ja. Wat verwacht je voor een wedstrijd morgen? Weer zo'n duel als bijvoorbeeld tegen Os, waarbij een tegenstander zich ingraaft dat jullie het spel moeten maken? Ja, dat vind ik heel lastig in te schatten. Ze spelen wel vanuit een goed georganiseerde organisatie, dat wel. Dus ja, we moeten gewoon goed kijken hoe ze het doen. Misschien hebben ze wel vertrouwen gekregen en gaan ze verder naar voren voetballen. Ik ken Robbie natuurlijk als trainer, die houdt niet van verdedigen. Maar ik snap ook wel dat je uiteindelijk wilt winnen. En dat doe je dan vanuit sowieso een goede verdedigende organisatie. Maar we zullen afwachten hoe de wedstrijd zich ontwikkelt en hoe de wedstrijd gaat lopen. Je hebt een mindere serie, het lijkt me fijn om die te doorbreken. Je moet het doen zonder Gino Bos. Knieblessure, hoe ga je dat opvangen? Ja, Gino is er niet bij en dan gaat Julius voor spelen, Blik. Ja. Nog getwijfeld om bijvoorbeeld Ketting een keer op te stellen, want die heb je dit seizoen eigenlijk nog nauwelijks gebruikt. Ja, dat was ook een optie, ja. En waarom kies je dan uiteindelijk voor Blik? Omdat ik daar goed over na heb gedacht, omdat ik daar met mijn collega's over heb gesproken. En omdat ik denk dat dit het beste voor het elftal op dit moment is. Klaar.